Hallo allemaal. Vandaag, oh nee, morgen hebben we een half jaar relatie. Daar zijn we super blij mee. En we zijn nu op de plek waar we onze eerste date hadden. Dus dat gaan we even aan jullie laten zien. Komt het? Hier hadden we dus onze eerste afspraak. Op dit grasveld. Ja, toen gingen we lekker picknicken. Dat was Daan's idee. Leuk, hè? En het gaat goed met ons. En we zijn lekker aan het voorbereiden om te gaan trouwen in september. Yes. We hebben er heel erg veel zin in. En lieve schat, Andrea heeft al een bruidsjurk. Ja, vrijdag heb ik een bruidsjurk gekocht. Echt een hele mooie. En ik heb hem ook nog eens cadeau gekregen van mijn ouders. Bijzonder, toch? God die voorziet echt in alles. Yes. We zijn super blij. We genieten van het leven. God is goed. Hij zorgt voor ons. We zijn hem dankbaar. We zijn super dankbaar voor dat God ons bij elkaar heeft gebracht. Lieve schat, Andrea. Yes. Ik geloof echt dat God ons voor elkaar heeft gemaakt. Dat we goed bij elkaar passen. De man en de vrouw. God schiep de man en de vrouw. En hij zag dat het zeer goed was. Hij schiep de mens en hij zag dat het zeer goed was. En we genieten gewoon. We betrekken echt God in onze relatie gewoon met alles wat we doen. Proberen we hem te zoeken. En als we hem zoeken, dan mogen we weten dat we hem vinden. En het is ook gewoon echt belangrijk. Dat merk ik nu, dat als je een partner hebt, zoekt, dat het echt iemand is die God voor je heeft, zeg maar. Dat het echt het wachten waard is, de partner die God voor je heeft. Dat is echt gewoon het allermooiste. Dus wil ik jullie ook echt adviseren, wacht gewoon op de partner die God voor je bedoeld hebt. En waar je samen God mee kan dienen. En waar je ook samen voor de visie kan gaan die God je geeft. Dat is echt super bijzonder. Yes. Als je samen kan geloven, dat is echt goed. Dat is belangrijk. Je samen kan bidden. Samen God prijzen. Samen bidden voor mensen die tegenkomen. Halleluja. Amen. Ja, we hebben nu dus een half jaar een relatie. En een half jaar lang hebben we elkaar nog niet gezoend. En daar willen we jullie dus echt mee bemoedigen. Dat het gewoon mogelijk is, zeg maar. Om je relatie gewoon zonder dat je elkaar zoent. Dat je elkaar juist goed leert kennen. Wij geven elkaar wel zo kusjes. Maar we zoenen dus niet met elkaar. Zoals we eerder al hadden gezegd. En als we dan straks gaan trouwen. Over ongeveer een half jaar, iets meer dan een half jaar, dan mogen we dus, zoals de voorganger dat altijd zegt, als een paar getrouwd wordt, dan zegt hij altijd, en nu mag je de bruid kussen. En bij ons wordt het dan ook onze echte eerste kus. En daar zien we natuurlijk ontzettend naar uit, maar het is wel gewoon mooi om nu al samen gewoon daarop te wachten en daarnaar uit te zien. Zeker. Dus wees bemoedigd. Yes. En weet dat God van je houdt. Dat je een geliefde zoon of dochter bent. Als je God je vader noemt, dan ben je zijn kind. En dat is ontzettend fijn om te weten. Met z'n tweeën, een zoon en een dochter mogen wij zijn. Dochter en een zoon. Halleluja. Yes! Woehoe!